Vandaag in het RTV Nieuws. Vrijwilligers uit de 5 Katwijkse kernen in het zonnetje gezet. Veel klachten over eerste dag busvervoer Arriva. En lege tribunes afgelopen weekend bij de voetbalclubs. Dit is het RTV Nieuws van maandag 10 december. Dag, vertragingen en onduidelijkheden met de bussen van vervoerder Arriva rond Leiden en in Katwijk. Ze waren er, maar kwamen ook niet helemaal onverwacht. Arriva kon de bestemmingen op de bussen niet van tevoren programmeren. Connection gebruikte tot afgelopen weekend nog de routes, zegt Arriva. Zondag reden de bussen van Arriva voor het eerst dus door Katwijk. En maandag, tijdens de spitsuren, bleek niet alles geheel vlekkeloos te verlopen. Ook is er nog geen OV-chipknipsysteem in de bussen ingebouwd. Verder moet blijken of de dienstregeling die op papier is bedacht ook in de praktijk werkt. Op Leiden Centraal leidde de overgang maandagochtend tot grote verwarring bij de reizigers. Zo stond er op de stadsbussen geen bestemming, werkten de informatieborden boven de perrons niet, reden veel bussen niet volgens de dienstregeling en wisten veel chauffeurs ook niet welke bus de reiziger wel moet hebben. De klachten stroomden op Twitter dan ook binnen. Wido zegt nooit geweten dat een bus er zo lang over kan doen van Katwijk naar Leiden. En Bertine, en ondertussen ellende in mijn tijd voor een meldpunt misschien. Elise Voice, heel Katwijk klaagt over de langere reistijden en of vertragingen. Krijgen we misschien Connection weer terug? En John zegt, ach ja, de bus is al 10 minuten te laat. Goeie start voor Arriva. Arriva zegt vanaf januari de grootste problemen te hebben opgelost. In zo'n eerste week is iedere dag nieuw. Straks volgt er een kerstvakantie en in januari kun je van ons verwachten dat we er echt tegenaan gaan. De woordvoerder van Arriva benadrukt dat de busvervoerder aan een enorme klus is begonnen. Dat kost even tijd en geef ons die tijd. Tot zover dan het busvervoer. We gaan verder met vrijwilligers. Vrijdag 7 december werden de jaarlijkse vrijwilligersprijzen uitgereikt. Het college van burgemeester en wethouders wil hiermee een groot aantal vrijwilligers bedanken voor hun belangloze inzet als vrijwilliger in de 5 wijken die onze gemeente telt. Dat zijn Wijk Noord, Katwijk aan de Rijn, Katwijk aan Zee, Rijnsburg en Valkenburg. Katwijk is daarin best uniek te noemen, want het is een gemeente met een zeer groot aantal vrijwilligers. Wij hebben berekend dat het er ongeveer 20.000 zijn. Het is natuurlijk heel moeilijk uit te maken, want er zijn heel veel mensen die zijn op verschillende terreinen actief. Maar wij schatten ongeveer 20.000. En waarom wordt er speciaal zo'n middag als deze georganiseerd? Omdat wij ons als gemeentebestuur heel goed realiseren dat juist de inzet van die vrijwilligers deze gemeente maakt tot wat het is. Een hechte gemeenschap met een rijk verenigingsleven. Dat kunnen wij als overheid niet organiseren. Dat doen mensen met elkaar en daarvoor zijn die vrijwilligers onmisbaar. En op de een of andere manier willen wij gewoon laten zien dat we dat waarderen, dat we daar heel blij mee zijn. En willen we dat gewoon aan sommige mensen even tot uitdrukking brengen als representanten van al die andere vrijwilligers die er ook zijn. U zegt op de een of andere manier, het is nu weer anders dan andere jaren. U heeft nu de wijkraad erbij betrokken. Waarom? Omdat het zo lastig is om te kijken van wie ga je nou zo'n prijs geven. We hebben eerst het per sector gedaan. Dat was ook altijd al heel lastig, want je krijgt nominaties en dan moet je vergelijkingen gaan maken tussen mensen waarvan je denkt van ja, het is zo mooi wat ze doen allemaal. Eigenlijk verdienen ze allemaal een prijs. Nou ja, dat zeg ik dan ook. Dat is ook gewoon zo. Maar je moet er toch eentje uitkiezen. Toen zeiden we, wie heeft er nou in de gemeente een beetje breed beeld van de inzet van mensen en de uitstraling die dat heeft. En toen dachten we, nou, de wijkraden, die zijn elk in hun eigen dorp, eigen wijk, zijn ze actief, kennen mensen. En laat die dat nou eens bekijken en een voordracht doen. In het Herenhuis werden de vrijwilligers van de wijken Rijnsburg en Valkenburg gekozen. En voor Rijnsburg werd dat Henk Westra. Wat betekent die prijs voor u?
Nou, ik denk dat het niet alleen voor mij iets betekent, maar ook voor het Genootschap uit Rijnsburg, het museum in Rijnsburg. Want ik ben natuurlijk maar één schakeltje in die hele organisatie. Er zijn heel veel mensen bij betrokken bij het genootschap. Mensen die soms al 35 jaar erbij betrokken zijn, want we bestaan toevallig dit jaar ook nog eens 35 jaar. En er zijn echt mensen bij die vanaf de oprichting in de bestuurfunctie zitten of ergens op de achtergrond iets doen, maar goed, die er al 35 jaar mee bezig zijn. Dus ik vind het ook niet de prijs helemaal voor mezelf alleen, maar voor al die mensen in Rijnsburg die bezig zijn met het Genootschap uit Rijnsburg. Winnaar uit Valkenburg werd Martin de Haan. Wat betekent de prijs voor u? Ja, enorm veel. Ik bedoel, vanuit het dorp is er iemand of zijn er mensen geweest die gezegd hebben van, nou, die de JIVAK en dan ja, ben ik degene die vaak voorop staat, die verdient dat. En ja, dan kom je hier terecht en ja, heel leuk. De wijkraden hebben ieder uit de door inwoners voorgedragen kandidaten een top 3 voor hun wijk samengesteld. Wij hebben specifiek gekeken naar, laten we zeggen, de stille kracht binnen het vrijwilligerswerk. De persoon die, laat ik zeggen, op een soort achteraf toneeltje al zijn vrijwilligerswerkzaamheden uitoefent. Zonder al te veel omhaal, zonder dat hij daarbij te veel in publiciteit is gekomen. En daar hebben we specifiek naar gekeken, naar zo iemand. En dan geldt met name voor Rijnsburg, om maar te beginnen. Want het is dit jaar voor het eerst dat de wijkraden betrokken zijn bij de nominaties en bij de jurering. Wij wilden specifiek ook iemand nomineren die dan eigenlijk voor heel Rijnsburg staat. En vandaar onze keuze. Vervolgens werden in het gemeentehuis de vrijwilligers van het jaar gekozen uit de wijken Noord, Katwijk aan de Rijn en Katwijk aan Zee. Vanuit Katwijk aan de Rijn werd de heer Ouwehand vrijwilliger van het jaar. Hij was die middag verhinderd om de prijs in ontvangst te nemen. De heer Holten werd gekozen tot vrijwilliger van het jaar namens de wijk Noord voor zijn werk voor tafeltennisvereniging Katwijk. Wat betekent de prijs voor u? Ja, wat moet ik daar nou voor zeggen? Ik heb zoiets van, ja, het is leuk. Alleen het idee, het komt een beetje naar voren dat je dat alleen doet. Nou, ik ben coördinator en ik heb bij iedere activiteit minimaal 7-8 man die het eigenlijke werk doen. En dat, ja, en dat maakt het altijd een beetje van, ja, wat dan krijg ik dat ding wel. En misschien zijn er wel anderen die dat nog veel meer verdienen. Voor Katwijk aan Zee viel mevrouw Snijer in de prijzen. En ook voor haar heeft de prijs een grote betekenis. Heel veel. Dat is hem heel veel. Maar wat doet u allemaal? Ja, eetcafé, sport en recreatie. En de shows heb ik heel lang gedraaid. Maar dat doe ik dit jaar dus niet meer. Terugrun. Voor het eerst dit jaar dan. En, hoe zou uw leven eruit zien zonder vrijwilligerswerk? Nou, dat zou niks worden natuurlijk, hè. Nee, dat zie ik al om me heen. Net als van sport en recreatie. Ik bedoel, met voetbal en met alle activiteiten. Er zijn zoveel mensen voor nodig om de jongens en de meiden te begeleiden. Ja. Dus u gaat lekker even genieten van deze prijs? Ja, dat ga ik doen. Ja, 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 ja. 8 december, de zaterdag waarop landelijk werd stilgestaan bij het overlijden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Echtgenoot, vader, grensrechter bij voetbalclub Sportclub Buiten Boys en een van de vele vrijwilligers die in het weekend het voetballen mogelijk maakten. De bijeenkomst bij voetbalvereniging Katwijk stond in het teken van respect en voetbal. Ongeveer 150 leden waren aanwezig op de georganiseerde bijeenkomst op Sportpark De Krom. Het is leeg op de velden, ongeacht van het weer, maar de reden is natuurlijk duidelijk. Het is ongelooflijk dat dit soort dingen kunnen gebeuren hier in Nederland. Ik heb er geen woorden voor eigenlijk. Ja, het is toch moeilijk. Je zou toch vrijwillig fluiten of iets anders. Ja, je doet het voor de club en voor de kinderen. Dus ja. Ja, het kan overal gebeuren, ben ik bang. Je ziet het toch, op jonge leeftijden zie je dat zelfs al voorkomen tegenwoordig. Iedereen kreeg de gelegenheid om een kaartje in te vullen met een persoonlijke boodschap. Natuurlijk veel steunbetuigingen aan de familie, maar ook persoonlijke suggesties om het respect binnen het voetbal terug te krijgen. Voorzitter Willem Guit condoleerde namens de hele club de familie Nieuwenhuizen en benadrukte dat geweld, agressie en gebrek aan respect ook binnen VV Katwijk voor kan komen. Maar dit soort incidenten, dat maakt wel dat je zegt, ja, zijn we daar scherp genoeg in?
zouden we nog meer kunnen doen. En ja, ik hoop dat mensen ook beseffen van ja, dat dit kan gewoon niet, weet je. En het kan bij andere sporten wel. We hebben prachtige voorbeelden op de tv gezien van het rugby. Daar gewoon iemand zegt, ja, het scheidsrechter heeft wel tegelijk. Dus dan denk ik, ja, dat is nog voor ons een lange weg. Maar dit zou wel een aantal stappen moeten zijn. Dat iedereen beseft, jongens, dit kan gewoon niet. Maar dan moet je misschien als bestuurder ook hard bij optreden. Nou ja, kijk, als er wat gebeurt, treden we ook hard op. We hebben nu ook één of twee stadion verboden lopen. Het gebeurt ieder jaar wel dat de spelers zelf schorsen. Dus los van de KNVB. Maar kijk, het leeft ook wel een beetje in de club. En dat zal bij iedere club ook zijn. Ja, dat is daar, dat gebeurt hier niet. Maar dat is gewoon niet waar, weet je. Dat misschien niet in deze mate. En niet met dit gevolg. Maar agressie, geen respect, dat is er gewoon wel. En dat moeten we met z'n allen beseffen. En als iedereen zegt, daar ga ik iets aan doen, nou, dan kan je het echt oplossen. En als het alleen maar van het bestuur moet komen, dan is het dwang. En dan kan het tijdelijk werken, maar nooit voor lange duur. Daarnaast heeft VV Katwijk een moment van stilte gehouden nabij het veld. Dat was bij VV Katwijk. Ook de andere clubs in onze gemeente stonden stil bij het zinloze geweld bij grensrechter Richard Nieuwenhuizen. De voorzitter heeft een mooie speech gehouden. Er heeft een scheidsrechter gesproken. En daar heeft de voorzitter van de supportersvereniging heeft gesproken. En ja, goed, dat zijn allemaal mooie woorden bij elkaar. Maar stap 2 is, hoe ga je dat binnen je vereniging laten plaatsvinden? Dat beschermen van je cultuur. De voetbal is iets leuks. Het is een hobby. Er zijn veel vrijwilligers die bezig zijn. En je moet oppassen dat je, ja, dat je het veelbesproken maatschappelijke probleem niet het probleem van je club gaat laten worden. Ook bij de andere clubs waren de tribunes leeg. Hier bijvoorbeeld bij Quick Boys aan de Laan van Nieuw-Zuid. De velden waren leeg en de vlag hing half stok. Om op deze manier te laten zien dat geweld op het voetbalveld zinloos is. In het clubhuis op het sportpark was een bijeenkomst gehouden voor alle leden, vrijwilligers en supporters. Om stil te staan bij het trieste voorval en de agressie op en rondom de velden in het algemeen. Het gebeurt overal. Het is beleving, emotie. Ja, het moet natuurlijk wel bij schelden is ook niet goed. Maar slaan en schoppen, ja, het gaat echt te ver. Ongelooflijk wat er gebeurt. Het is toch wel goed om te herdenken van, joh jongens, dit is voetbal. Het is geen oorlogsspelletje of zo. Ik denk ook niet dat dit een incident is wat hier gebeurd is. En ik vind, je moet ook niet de ogen sluiten om te zeggen van, nou, dat is in Almere gebeurd. En dat gaat hier niet gebeuren. Ja, denk na voordat je wat zegt. En niet omdat ik zelf scheidsrechter ben, maar ik heb ook een zoontje van 8 en die voetbalt. En ik praat nooit met zijn man. Ik zeg nooit wat over een scheidsrechter. Ik bedoel, die doet zijn best. Die staat ook op zijn zaterdag. He, staat hij voor ons plezier, staat hij daar een wedstrijdje te leiden. En ik geloof niet in kwaad opzet van die mensen. Mensen zijn mondiger, jeugd is mondiger, jeugd leert veel sneller door internet. De wereld is gewoon helemaal open, dus de wereld verandert. Dus als club moet je ook veranderen. En is dat anders dan 20 jaar geleden? Ja, misschien wel. Nou, ik heb een keer klappen heb ik opgelopen, dat was ruim 10 jaar geleden. Maar het allerergste is wat ik mee heb gemaakt enkele jaren geleden, 4 jaar geleden bij de wedstrijd FUK VVSB. Toen ik mijn vrouw en zoontje mee had genomen en toen er een idioot op de tribune zat en die vroeg aan mijn zoontje, die toen 4 was, van joh, die klootzak op het veld, is dat jouw vader? En waarop de jongen, dat niet begrijpend, ook nog beaamde van ja, dat is mijn papa. Onbegrijpelijk. Volgens scheidsrechter Frank Meerwoord zijn er wekelijks woordenwisselingen of incidenten op het veld. Ja, wij worden bijna wekelijks bedreigd, we worden uitgescholden. We worden beschimpt en op een gegeven moment moet dat gewoon een keer stoppen. En bij de KNVB vinden wij geen gehoor. Wij vinden gewoon geen gehoor bij de voetbalbond die het allemaal regelt. En ik was heel verbaasd over de reactie van de KNVB. Dat men nu wel zegt, nu er weer een dode is gevallen, dat men nu wel weet te zeggen van joh, we stoppen ermee. In betaald voetbal wordt het allemaal uitvergroot op tv. Maar met name op het amateurniveau is het misschien wel veel erger. Daar is net iets minder aandacht voor, maar het geweld en ook de drempel daartoe is misschien nogal lager. En dat vind ik wel zorgelijk. Het ergste is, en dat heb ik ook in die brief aangegeven,
Weet je, je hoort niks vanuit de KNVB niet, maar ook van bestuurders niet, van verenigingen. Hè, die zien dat dat gebeurt, die daarbij zit op de tribune, dat zo'n man het roept. Als ik voorzitter zou zijn van de club, ik zou hem bij kop en kont oppakken, ik zou hem buiten zetten en hij hoeft er nooit meer terug te komen. Maar dat gebeurt niet. Volgens Rijnsburgse Boys voorzitter Kees Driebergen speelt het probleem niet alleen op het voetbalveld. En ik kijk er tegenaan dat het niet echt een voetbalprobleem is, maar meer een maatschappelijk probleem. En dat vind ik eigenlijk van grotere orde dan dat het toevallig nu op een voetbalveld gebeurt. Ja, en als er nou effies, die worden morgen ook niet gespeeld. De kleinste voetballetjes die we kennen bij de amateurs. Moet een vader of een moeder gewoon zeggen waarom er morgen niet wordt gevoetbald tegen die kinderen? Ja, dat denk ik wel, want ik denk dat het al gebeurd is. Want het is natuurlijk redelijk vroegtijdig afgekondigd. Dus dat is voor iedereen toch een moment om daar minimaal één keer over te praten. Ook als ouder naar je kind toe. Tot slot, de NOS meldt dat geweld op en rondom velden honderden keren per jaar voorkomt. In de tweede helft van vorig jaar kwam in onze regio 187 incidenten voor. Dat is hoger dan elders in het land. En dit was het dan voor vandaag. Meer nieuws op nieuws.rtvkatwijk.nl en wij zijn er aanstaande maandag 17 december weer om 8:30. Tot dan!